Cool. Ik dacht dat er een paar opgezouten waren, maar het lijkt nog wel drukker dan eerst. Mooi. Oké. Spreek, jammer. Deel. Wat zeg je? Ja, nou is wel, dan hoor ik mezelf goed. Gisteren gaf je aan, het is net alsof je je arm en je been, het hoort allemaal bij, het is één, het is niet een extern iets wat jou lastig valt of iets dergelijks. Ja, hoe ga ik daarmee om? Hoe selecteer ik ze? Hoe voel ik aan? Hoe tast ik af? Dat moet je dus leren. Ja. We noemen dat oordeelkundigheid of onderscheidingsvermogen. En hoe leren we dingen? Door dingen te proberen. Ja. Dus als het één niet werkt, dan proberen we iets anders. Ja. En uiteindelijk gaat het om van de situatie van dat het is alsof mijn been tegen mijn hand praat, ja. Is mijn beleving. Maar die is nu zo, of de laatste 10, 15, 20 jaar, maar daarvoor niet. Dus al die dingen die ik aanraak zijn dingen waar ik zelf mee geëxperimenteerd heb. Of die een ander me aanreikte van, probeer dit eens. En gaandeweg ontwikkel je een soort muzikale smaak van wanneer er een baspartijtje moet en wanneer een trompet. Daar zijn geen vaststaande regels voor. Je hoort dat of je weet dat op een gegeven moment. Dus daarom moeten we het ook nooit erg vinden dat als we een bepaalde benadering hanteren en iets werkt niet, niet meteen het helemaal overboord gooien. Maar oké, misschien was dit het moment niet, of was de timing er niet, of had ik toch een bijmotief. Ja, je bouwt eigenlijk een referentiekader van al die duizenden dingen. Net als wanneer je leert koken. Ja. Weet je wel, van, je krijgt daar gevoel voor als je daar enige aanleg voor hebt. En een ander die kan je de beste ingrediënten geven en het smaakt altijd bruin, zou ik maar zeggen. En ja, anderen die hebben daar een gevoel voor en op een gegeven moment, die maken overal iets van. Gewoon omdat ze ervaring hebben, omdat ze afgestemd zijn. Ja, dus ik denk dat misschien het enige wat ik kan concluderen is dat ik het nu veel bewuster ervaar en dat is de stap verder. Ja, bijvoorbeeld. En dat leidt dan weer tot vervolgdingetjes. En op een gegeven moment, kijk, als de kern eruit valt, dus als er geen notie meer is van een vaststaand of afgescheiden ding te zijn, ja, dan valt er eigenlijk niks te doen. Ja, behalve tanden poetsen en op tijd opstaan of de hond naar buiten als die moet kakken. Ja, zoals die helaas vannacht twee keer moest. Dan lig je net om 3:30 bijna te slapen. Sorry baas, I gotta go. Oké, is goed jongen. Maar goed, dat terzijde. Dat hoor je leuk buiten. Ja, helder. Dus het sluit ook een beetje aan bij dat perfectieverhaal waar we het gisteren in enig verband over hadden. Met de geluidsman, geloof ik. Ja. Weet je wel, als je jezelf toestaat dingen te leren, sta je jezelf ook toe dat je fouten maakt of niet een gewenst resultaat krijgt. Dat is gewoon deel van het proces. Dat is niet erg. Maar als je gaat beginnen met ik pas iets toe of ik herinner me iets en het moet meteen goud opleveren. Ja. Hou maar op. Dan kun je beter gaan leren volleyballen of iets. Het is ook lastig trouwens. Ja, precies. En daar moeten we van wennen. Dat voelt heel nuchter en Nee. Dat lijkt zo als we vanuit de emotionele involvement verhuizen naar stilte of neutraliteit, lijkt het kil.
Maar dat is het niet, want je zei zelf al van je kunt het heel goed meevoelen. Het enige is, je wordt niet meegesleept. Dus dat kan als gevoelloos overkomen. En dan komen we erachter dat we met gevoelvol bedoelen meegesleept raken met de emoties van andere kleuters. Inderdaad, als je in zo'n gedoe zit, dan voelt me ook rechts kleuter inderdaad. Ja, dat is ook zo. Ja. Beetje. Ja, maar dat is me pas sinds kort dat ik dat voel. Goed. Dat is dus een deel van dat onderscheidingsvermogen wat we gaandeweg ontwikkelen. En dan wordt het heel raar van... stel je letterlijk eens voor dat je tussen allemaal 6, 7, 8 jarigen zit. Nou, die bouwen een zandkasteeltje en dat stort dan in. Dan gaan ze heel hard huilen. En dan ga jij helemaal van, oh, wat een drama. Je weet gewoon van, ja, het is gewoon zand op het strand. Er gebeurt niet echt iets. Ja, dat besef, dat brengt steeds verder door. Ook als je zogenaamd volgroeide, tenminste figuren van boven de 40 ziet, die nog steeds jammeren over zandkasteeltjes. Ja, ik voel het wel. Ik zie wel dat iemand in zijn of haar beleving oprecht verdrietig is. Dat begrijp ik wel. Ik snap wel dat ze de boel niet bewust faken. Maar ja, er viel alleen een zandkasteeltje om of een glaasje kapot. Er is niet echt iets aan de hand. Nee. Dus ja, ik kan dan moeilijk... Oh. Maar ik ben niet gevoelloos, ik voel het juist heel goed. Sterker nog, durf ik te beweren, beter dan de persoon in kwestie. Want die laat zich helemaal opslokken door één dingetje. Ik voel zijn of haar totaliteit. Het enige wat ik er een beetje triest aan vind, is dat zij zelf hun eigen totaliteit niet voelen. Dat is een beetje jammer. Dan kunnen ze nog geraakt zijn, maar zonder gelijk gevloerd te zijn bij ieder tegenslagje of pijntje of... Ja, dat er eens iemand doodvalt of zo. Oh, bijzonder. That's what we do. Ja, ik had gisteravond toen ik terugkwam, toen twee keer werd er iets gezegd over de opvoeding van mijn kinderen. Ik kon het gewoon niet hebben dat het gezegd werd. Want was het waar? Ja, dat is wat hij ja. Dat was niet leuk. Maar hoe je dan dat helemaal opzet, want ja. Vinden we niet leuk. Dus dat is altijd grappig, hè? Want zeker in dit soort settings. Dan suggereren we zijn voor waarheid. Ja, tot iemand het je zegt. Ja, ja. En meteen op uur later is het alweer. Ja. Heb ik ook altijd als ik thuis kom. Dat is een goede humeur meteen over. En dan zegt ze niet eens iets. Of daarom misschien. Nee hoor. Ik kwam thuis en ze had lekker een paar boterhammetjes voor me gesmeerd met tomaatje en komkommertje erop. Dat hoeft voor mij niet, maar het was heel lief. Thanks. Ja, gezellig, hè? Dat er niemand komt. Nou, nee, daar ben ik niet bang voor. Maar wel dat ze niet genoeg over mij te vertellen hebben. Ja, dan klopt het gewoon niet ofzo. Nou, dan moet je dat iedereen gaan vertellen. Of een paar opvallende dingen doen. Of je realiseren dat degene die zich daar nu druk om maakt, er dan niet is. Dat kan ook. Ik heb liever dat mensen roddelen over mij terwijl ik nog leef. Liefst ook als ik erbij ben. Of het per ongeluk hoor dan wanneer ik dood ben, want dan heb ik er geen lol aan. Dus het heeft te maken gewoon met een verhaal van zelf.
Daar gaat het over. Het verhaal van mezelf? Juist. Van het zelf, jouzelf, jouw ik. Het is een verhaal, hè? Er is niet echt een ik. We plukken min of meer random wat elementen uit, die voegen we dan samen. Een zeer selectieve collectie herinneringen, afhankelijk van de stemming waarin we zitten ook nog. En daar maken we dan iets van en dat noemen we dan zelfbeeld of ik. En dat is wat we aan de wereld presenteren en aan onszelf. Dat zijn twee verschillende meestal. Dan gaat weer iets niet goed hier. Dus we hebben er eentje voor onszelf en eentje voor de wereld. Nou, je kunt je afwisselend druk maken om een van die twee. Of doorzien dat het gewoon een verhaalstructuur is. Het doet er niet toe. Plus, de observatie kan ook gedaan worden dat de meeste oordelen die mensen over een ander hebben, meer over hunzelf zegt dan over degene over wie er geoordeeld wordt. Want zet iemand neer en laat 100 man daar een uurtje mee omgaan, dan heb je 100 verschillende opinies. Dus het zegt mij nooit zoveel. Het is mijn indruk van jou op dit moment. Nou, omdat ik weet dat alles wordend of vloeibaar is, als je over een uur weer iets zegt, zal ik niet een heel statisch beeld van je hebben, maar reageren op wat er nu voelbaar is, gezegd wordt, enzovoort. Vandaar dat soms mensen als ze voor het eerst een afspraak voor een sessie maken, dan zeggen ze soms van, zal ik een levensgeschiedenis meedelen. Soms hebben ze dan al 4 A4'tjes klaar. En dan is mijn welwillende antwoord altijd, nee. I don't give a shit. Ik wil niet weten waar je vandaan komt, wat voor werk je doet, hoeveel broers en zussen je hebt, wat je verdient. Weet je wel, ik zie je wel verschijnen en met die energetische constellatie wordt gewerkt op dat moment en de rest, ja, het is voor mij niet relevant. Plus ik onthoud het ook niet, dus dan vertelt iemand 13 keer door de jaren heen dat hij, weet ik veel, bij de PTT werkt en dan vertelt hij me dat de 14e keer en dan zeg ik, oh, leuk of whatever. Boeien. Hoe ben je? Niet wat is je verhaal. Mijn oude baas op het arbeidsbureau waar ik ooit werkte, die had heel groot boven zijn bureau zo'n ding. Please don't tell me your life story. Dat was bij ontslagzaken en dan waren mensen vaak of opgewonden omdat ze er iemand uit wilden trappen of opgewonden omdat ze eruit getrapt werden. En dan wilden ze graag een hele verhaal doen. Daar had hij geen zin in. Waar zijn we hier voor? Wat is het dossier, weet je wel? En hoe krijg ik jou zo snel mogelijk de deur uit, want dan kan ik gaan squashen. Dat deed hij liever dan werken. Het is wel grappig wat er gebeurt. In het begin, toen ik hier stond, toen had ik nog heel sterk het gevoel van, ja, dat moeten ze toch weten of zo. Hè? En nu ben jij aan het praten en nu kan ik ook denken. Right. Dus dank je wel. You're welcome. Jij ook voor het inbrengen. Ik heb nog een vraag over Sinterklaas. Ja. Verbindend vaderdag. Voor het eerst. Gecondoleerd. Ja. Gefeliciteerd, sorry. Ik ken je niet. Ja, en dan is het goede Nederlandse traditie dat ik mijn relatie met mijn dochter begin door 6 jaar lang tegen te gaan liegen. Dat is een mogelijkheid. Ja. Dus het is gewoon leuk om de verschillende opties even na te gaan. Je kunt meteen beginnen te zeggen, nu al verstaat ze niks, want Sinterklaas bestaat niet hoor. Je kunt ook wachten tot er een vraag komt. Of af en toe iets roepen in de trant van, ja, dat is gewoon een leuk feestje. Dus we hoeven niet, als wij aanhanger van de waarheid te zijn, meteen te pas en te onpas allerlei sprookjes doorprikken. Alleen als het mij gevraagd zou worden, sowieso. Dus ik zeg anders. Ik zeg niet alles wat ik zie of vind
of weet of denk te weten tegen iedereen zomaar. Zeker in het wild loop ik het meest incognito rond. Dat bevalt me het beste. Maar als iemand me iets vraagt, dan krijgt hij een antwoord. En dat moet ik eerlijk. Ja, zo eerlijk mogelijk. Ja. Alles voor zover mogelijk. Want je moet ook altijd kijken wat de ander in kwestie tegen wie je iets zegt, wat die kan hebben. Dus het kan zijn dat een antwoord in 3 verschillende ontmoetingen verdeeld wordt. Want anders dan wordt het niet waarachtig zijn, maar iemand de waarheid door de strot duwen. Daar was ik vroeger beter in dan nu. Ik had dat onderscheidingsvermogen of die viel nog niet zo. En ik heb gemerkt dat als je dat wel redelijk afgestemd doet, dat je vrij veel tegen mensen kan zeggen. Maar je moet wel ook de ander meenemen in het gebeuren, waar je ook overigens niet los van staat, van die ander. Van oké, je kan op een gegeven moment zien dat iemand vol zit. Moet ik dan nog mijn punt blijven maken of... Kijk, wat er gebeurt bij je ander. Yes. Die meenemen, want anders is het niet meer waarachtigheid, dan is het lompheid. Ja. En dat is iets heel anders. Dat is ook leuk soms. Vooral als je iemand niet mag, is dat aan te raden. Maar het is niet echt liefdevol, zeg maar. Nee. Dus ik probeer altijd te voelen van waar zit de ander, wat kan die hebben en wat heeft die ander op dit moment nodig. Want anders gaat het er alleen maar om dat mijn idee wordt opgedrongen aan een ander. Waarom zou dat moeten? Ben ik zo belangrijk dan? En weet ik echt wat ik vind wel 100% zeker? Ik kan weinig dingen vinden die ik 100% zeker weet op 3,5 dingen na. En de rest van sommige dingen weet ik meer en van andere stukken minder. En van andere stukken weten anderen veel meer. Dus... Dus heel veel dingen tegen de kinderen ook vroeger waren in de trant van, als ze iets vroegen, bestaat God bijvoorbeeld. Er zijn er die dat denken. Er zijn er ook die, zodat je het een beetje open houdt, want wat heel veel mensen wat ik gezien heb, en ik zelf vroeger ook trouwens, vaak doen naar kinderen is gewoon van het is dit of het is dat. Waarmee je in feite de onderzoekende neiging, het leren vragen stellen en onderzoeken, torpedeert. En dat is heel jammer. Want dan dring ik ze mijn vooroordelen of geconditioneerdheden of halve inzichten, of voor mij wat hele inzichten, op, mogelijk ook nog op een verkeerd moment. Dus er zijn er die dit. Sommigen zien het zo. Mocht je meer willen weten, lees eens Sloterdijk. Wat zeg je dan tegen een 6-jarige? Niet dus. Als je nou werkelijk geïnteresseerd was, Trusje, dan las je de 3 delen van sferen, is maar 1600 pagina's. Precies goed. Dank je. Goed, en dat moet ook. Dus dat moet je uitzoeken. Waarom ik over het algemeen soms misschien een 0,5% chargeer, is dat de meeste mensen om allerlei verkeerde redenen veel te betrokken zijn op anderen. Namelijk vanuit waar we het gisteren al even over hadden, dezelfde zelffascinatie als wij zelf hebben. Dus heel veel van wat mensen hulp noemen voelt voor mij als enabling. En dan help ik iemand niet.
Dus als ik te serieus ga nemen en te snel overtuigd ben van het dramaverhaal van de ander, bevestig ik die ander in zijn dramatiek. Voor mij voelt dat niet helpend. Dus dat wil niet zeggen dat als iemand echt ergens verdrietig over is, dat hij niet even mag jammeren. Maar nooit langer dan 5 minuten. Een half uur jammeren, dat is voor kleuters. Niet voor volwassenen. Grow up. Dus jammer even in de zin van stress release, want dat is het dan eigenlijk. Oké, en nou als je echt geholpen wil worden, gaan we kijken wat er hier precies aan de hand is. Hoe je eigen geneigdheden ermee te maken hebben, bijna altijd, bij welk drama dan ook. Weet je wel, dus mijn verbinding of liefde of whatever hoe je dat wil noemen, die zit te kijken van waar ik iemand echt kan helpen. In de zin van dat hij een zelfstandiger, meer volgroeid wezen wordt. Niet dat hij zich weer snel de oude voelt. Want met die oude is namelijk van alles mis. Dus egootjes die vinden het heel fijn om bevestigd te worden. Van hij zei dit tegen mij en nu ben ik verdrietig. Ja, het is ook een klootzak, zeg. Tjonge jonge, dat heet dan vriendschap. Ik vind het walgelijk. Ja, dat is wat je dan ziet, een soort identificatie met het leed van een ander. Ja, exact. Waarmee je dus onbewust of misschien moedwillig je eigen zelfverhaal ook overeind houdt. Er zitten allerlei dingetjes aan. Want als ik nou lekker troostend ben naar die ander, als ik dan wat heb, gaat hij dat bij mij, en dat gaat allemaal onderuit, er zitten heel veel valse spelletjes in. Als ik vriendelijk ben naar de anderen, dan doen ze dat misschien naar mij ook en dan word ik niet uitgestoten. Dat denk je niet, maar dat zit de hele tijd in het systeem. En zo zijn we de hele tijd eigenlijk politiek of diplomatiek bezig, waarmee we elkaar gewoon in de droom of in de kindermodus houden. En het gaat er dus niet om om inderdaad koud en onverschillig en hard te zijn, maar wel eerlijk en duidelijk en kijken of je iemand kan gaan laten staan. In plaats van samen in de modder gezellig kijk ons eens verbonden zijn. Daar is het. Het is een herijking. En ik druk me vaak stellig uit omdat ik weet hoe sterk onze hang is, want ik had hem zelf ook. Om maar meegaand te zijn en toegeeflijk en vergoeilijkend, want dat doe ik naar mezelf ook de hele tijd. Ik ben ook een slappeling, dus ga ik ook met de anderen om als zijnde slappelingen. En dat heet dan en wordt verkocht voor compassie. En als ik het wel doe, dan voel ik het ook als sociaal naar mezelf toe. Van, ja, dat is te makkelijk, dat je laat iemand vallen. Nee, je laat iemand helemaal niet vallen. Maar je helpt hem pas overeind als die tekenen vertoont om te willen gaan staan. En als iemand het leuk vindt om een uur lang over een ding te gaan zitten zeuren, dan mag gerust, alleen niet bij mij in de buurt. Zoek dan maar mensen die wel je ego in stand willen houden. Dingen die ons raken, dat zijn mogelijkheden om iets te ontdekken. Om te groeien, om iets te laten vallen. En maar al te vaak vanuit die valse liefdenotie worden die mogelijkheden de ander ontnomen. Omdat ik dan, oh ja, het is ook erg. Zit iets, als je het eenmaal begint te ruiken en te proeven, zit er iets heel vies in. En in het begin, omdat we allemaal zo zijn opgevoed, en niet alleen in dit leventje, maar duizenden jaren lang. Gewoon de mensen zijn zo, weet je wel, voelt het aanvankelijk als inderdaad, is bijna asociaal. No, it's not. Want ik blijf wel in contact met die ander als er iets is. Juist meer dan wanneer ik me mee laat slepen, want ik blijf aanwezig en helder. Ik loop niet emotioneel vol. Ander ding is van, als iemand geraakt wordt op een bepaald punt, en ik zit ook nog vol met allerlei onverwerkte stof, resoneert datgene bij mij mee. Kunnen we fijn samen janken over afwijzing of mijn vader gaf me geen rood fietsje. Ja, dat maakt me ook al niet. Wat zijn er toch klootzakken? Ja, natuurlijk. Er zijn 2 soorten mensen klootzakken. Ouders en kinderen. Voor de rest zijn mensen prima. Ja. Welkom.
krankzinnig ga je toch vandaan. Hè? Geen wonder dat ik geen vrienden overhoud. Er is alweer een gedelete. Zoals wat? Iemand is voor de trein gesprongen. Ja, dat gebeurt. Ja. Vorig jaar nog bij een ex-vriendje van mijn jongste dochter. Deed op een andere manier, on same principle. Oh ja, en nog een gast waar ik vroeger satsang thuis bij gaf, ook. Maar hoe lang mag je... Alles mag. Ja, maar goed, als je iets hebt, zoals dat meemaakt, dan is dat wel even drama. Waarom? Ik heb het zo niet ervaren. Ik heb het zo niet ervaren. En ik ken inmiddels al bijna een voetbalelftal van mensen die zich van kant hebben gemaakt. Sommigen wat dichterbij, sommigen wat verder weg. Waarom moet het per se, is mijn vraag. Niet dat het niet mag. Maar waarom moet het per se een drama gevonden worden eigenlijk? Waarom moeten we per se blij zijn als een baby geboren wordt of jammeren als iemand sterft? Waarom per se? Is dat niet gewoon conditioneren? Is daar echt een reden toe? Want bij de overledene kun je zeggen, zijn of haar lijden is over. Laten we dansen. Hij had een mooi leven of zij was een gelukkig mens. Bij degene die geboren wordt, dan weet je dat de kans op ellende vrij groot is. Bij de overledene is de kans op ellende nul. Het is maar hoe je kijkt, wil ik maar zeggen. Want de pasgeborene, die heeft ouders. Die heeft in ieder geval nog, die vandaag, denk ik, toffe vader. Dus oké, soms gaat het goed. Maar er zijn meerdere ouders, meerdere volwassenen bij betrokken. Ze moeten allemaal in een fuik komen van wat wij een brave burger noemen, waarin bijna alle eigenlijkheid eruit geknepen wordt. Het gaat blauwtjes lopen, het gaat verraden worden, het gaat banen verliezen, het gaat viool willen kunnen spelen, maar het zit er niet op. Het valt ongetwijfeld van een paard. Dus een hele litanie aan ellende kan je zien aankomen. Ook heel veel mooie dingen, obviously. Maar per se gaan dansen of huilen of lachen. Ik heb het altijd heel vreemd gevonden. Waarom moet dat? En zegt het niet meer over de gehechtheid van mensen aan geconditioneerde noties en de eventuele ander, dan werkelijke betrokkenheid of liefde voor die ander? Het gaat eigenlijk naar mijn idee, wat ik gezien heb, nooit over die ander, maar over hunzelf. Ze jammeren over hun. Nou ben ik die of die kwijt. Oh, was het je eigendom? Oké, mondelijk. Dus ik verbaas me over de meest gewone dingen. Ik vind het zo erg. En dan krijg je nog een leuke, vooral bij zelfmoord is dat heel interessant. Dan komt er een enorme partij hoogmoed op in een paar daar omheen. Want als ik nou wel met hem naar de kapper was gegaan, had hij het misschien niet gedaan. Right. It's about you then. Niet degene die nog maar één uitweg zag en de guts had om dat ook nog te doen. Wat ik redelijk stoer vind. Nee, het is van, ja, maar als ik nou wel, dan... Ik vind het zo erg. Mm-hmm. Right. Nou, dat soort dingen roep ik dan op gepaste en soms ongepaste momenten. Als ze even hun tranen gedroogd hebben en tot enige redelijkheid in staat zijn van, oh, maar wacht even, kijk eens even anders. Waarom is het zo erg? Ik sprak ook een keer met een vrouw en die had, ik weet niet precies hoe oud het kindje was, 7, 8 maanden, whatever, en dat ging dood. En iedereen vond het een ramp. En wat ze vooral een ramp vonden, was dat zij zo rustig was. Toen mijn vader ineens dood neerviel, gingen ze mijn moeder allemaal volspuiten met shit, kalmeringsmiddelen, want ze was kalm. Ze hoorde hysterisch te zijn blijkbaar. Maar ze zag hem gaan en dacht, hij gaat.
En het is goed. Niet dat ze niet van hem hield. Ze hield heel erg van hem. Niet dat ze hem niet miste naar de rand. Ze miste hem ongeveer een jaar lang heel erg. En she processed it. Maar ze liep niet te jammeren en te gillen en te doen. Dus ze vonden het nodig om het arme mens plat te spuiten zo'n beetje. Ze was helderder dan ooit. Welkom. Aandacht geven aan bewustzijn. Daar is een hulpmiddel aan het zoeken bij. En er ontstaat een ruimte. En mijn denkorgaan gaat dan zeggen, hé, dat is bewustzijn. Maar dan is het natuurlijk net niet. Aan de andere kant voel ik wel dat ik dichtbij ben. Kut. En dat er op een of andere manier nog een stapje gemaakt moet worden die ik niet kan doen. Dus blijf op dat punt zitten waar je nog bij kan. En wacht zonder verwachtingen tot je meegenomen wordt. Precies, het is dus gewoon een kwestie van wachten. Ja, maar wel eerst op dat punt zien te komen. Daar is het wel weer uitzoomen bij. Yes. Ja. En je kunt dus opmerken bijvoorbeeld dat als die gedachte komt van, oh, dit is bewustzijn, dat die gedachte wordt waargenomen. Dus bewustzijn zit net daarvoor. En maar toch blijven hangen. Oké. Okay. En ja, dat vind ik jammer. Uiteraard. Dus daar ben ik ook wel voor aan het gaan. Dus nogal, die ego die probeert te worden begrijpen met al die tentakels. Ja, maar dat doet hij altijd. En nog een andere optie is dat je in plaats van uit te zoomen probeert helemaal naar binnen te gaan en het gevoel van er te zijn, dus niet de gedachte ik ben er, maar het gevoel van er te zijn op te merken en daar totaal de aandacht op te richten. Oké, dat is een goed idee. Want ik heb het ook gedaan met het inzoomen, maar dan kom ik op een plek in mijn lichaam terecht waar ik dan weer mee aan de gang ga vechten. Ja, maar ik bedoel hiermee dus inzoomen niet op een sensatie of op een emotie, maar op het besef of de grondtoon van het bestaan, ik ben er of ik ben. En dat is niet echt een plek. Ja, het lijkt naar een soort middelpunt van een middelpunt te gaan in je systeem. En dan als je daar bent, dan je gaat daar doorheen als het ware. Oké, het inzoomen is dan zonder dat plek in je lichaam laat zeggen. Gewoon waar het gevoel te bestaan, te existeren is. En dat doet me er verder niet toe waar dat precies zit, maar het is meestal hier ongeveer. Dus inzoomen gewoon op dat gevoel. Juist. Want de eerste ervaring die iedereen heeft, al lopen we eraan voorbij, is er te zijn. Ja, daar de aandacht op richten, dat noemde Nisargadatta dus, verblijven in ik ben, of als ik ben. Voor heel veel werkt dat beter dan dat. Oké. Dankjewel. You're welcome. Ze zegt, ik ben, dat ik dat had bij een jong poesje. En die is. Maar ik ben ook dat jong poesje, zou ik maar zeggen. Het is niet dat ik, maar... En van dat beestje heb ik zo geleerd om de stap te maken naar waarnemendheid. Cool. Zijn of daarin aanwezig zijn. Maar dan valt dat ik weg. Maar ik vroeg me af de relatie van die toestand van zijn met dromen. Omdat dan donder ik soms zo ontzettend emotie van een droom. En dan lijkt het nog veel verder weg. En toen dacht ik, hoe is het nou eigenlijk 's nachts? Met waarnemendheid. Niet anders. Alleen het systeem functioneert een klein beetje anders. Dus wat er heel vaak gebeurt is dat als overdag de helderheid toeneemt, de emotionele of ego-bewegingen het nog 's nachts proberen. Dus don't worry about it. Ook dat stopt op een gegeven moment. Niet dat er niet meer gedroomd wordt, maar hele heftige dingen gebeuren er op een gegeven moment niet meer. Ja, het is heel opvallend. Het verschil wordt steeds opvallender. Ja, ja. Maar dat komt dus heel vaak voor. Dus het systeem wil toch
een minimale hoeveelheid aan hijsa. En als dat overdag niet meer lukt, nou dan 's nachts maar. Totdat ook daar het niet meer lukt. Dat is goed. Yes, yes. Dus kan ik aanraden, neem een jong poesje. Ja, zeker. Dat zijn kleine zenmeestertjes. Heel schattig. Ja, cool. Als je droomt wel. Sorry? Als je droomt wel. En het absolute, dus het hangt een beetje van definitie af. Het absolute is altijd. Maar bewustzijn in de zin van ik ben, is alleen in de waaktoestand en de droomtoestand. In de droomloze slaap of in samadhi niet. Nee. Dus als dat bedoeld wordt, dat bewustzijn, is het enige wat echt is, dat is niet waar. Als met bewustzijn bedoeld wordt het absolute, dan is het wel waar. Dus het absolute is eigenlijk datgene wat onderliggend is aan droomloze slaap, waken en dromen. En als je dan zegt, hè, van als je het kan waarnemen, datgene wat waargenomen kan worden, dat is per definitie niet wie je bent. Hè? Ja, dat is een teaching device. Sorry? Dat is een teaching device. Ja. Het is niet de waarheid. Het is niet de waarheid. Nee. Dus, dus dan kan je niet doortrekken ook naar bewustzijn. Want dan zou je zeggen, nou ja, in het diep slapen dan is bewustzijn er ook niet meer. Dus dat is dan ook niet wie je bent. Ja, nee, dat klopt wel. Ja. Maar de teaching device is daar niet voor bedoeld. Maar meer om te ontkoppelen van die overdreven identificatie met die body-mind. Ja. En de wereld. Yes. Dus dat gaat niet over persoonlijk bewustzijn? Nee, en ook niet over het gevoel er te zijn. Want het gevoel er te zijn is er alleen in de droomtoestand en in de waaktoestand. Dus dat daaruit volgt wat je inderdaad zei, dat ik benheid of kennendheid of bewustzijn, of hoe we het willen noemen, niet het is. En daarom noemde ik het vaak, het is de poort. Je moet daar precies zijn, op de grens als het ware tussen zijn en niet zijn, om het eens zo uit te drukken. Daar moet je je vestigen, dat is wat verblijf in ik ben betekent. En dan kan er iets gebeuren. Twee dingen kunnen er gebeuren, of de identificatie van ik ben iemand verschuift naar ik ben bewustzijn, of I am. Of de boel dondert helemaal uit elkaar en de absolute realisatie is er. Zeldzaam geval, maar het kan. Dus het verblijven in ik ben is eigenlijk op de drempel gaan zitten. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. De drempel. De drempel tussen zijn en niet zijn. Wat er dan kan gebeuren is dat je loskomt van die identificatie met de body-mind of met de persoon. Dus er is een verschuiving van ik ben iemand naar ik ben bewustzijn. Wat een enorme bevrijding is en wat awakening heet. Wat ook kan gebeuren is dat de hele boel uit elkaar valt en dat is de realisatie er is, ik ben ook bewustzijn niet. Niet dat je dat denkt. Dan realiseert als het ware het absolute dat hij het absolute is. Dat is wat feitelijk, Nisargadatta, de echte Advaita zou ik maar zeggen, bedoelen met zelfrealisatie. Hoe kom je op die plek van de drempel? Door te verblijven in ik ben. Dus door je te leren opstellen als zijnde bewustzijn. Dat is nog te doen namelijk. Voorbij dat punt kun je niet doen. Dat is een soort schitterend ongeluk. Of helse zegening. En op de plek van ik ben, is eigenlijk het werk van loskomen van die identificatie.
Dus iedere keer als iemand, ook al is het maar een seconde, werkelijk aanwezig is als bewustzijn of verblijft in ik ben, gebeurt er iets in het systeem. Gelukkig voor het systeem of voor de identificatie doen we dat veel te weinig en veel te kort. Want we praten liever over bewustzijn dan dat we er zijn. Maar iemand die zich daar echt op zou toeleggen, zoals Nisha Gadatta ook deed, wat had hij nodig? 3 jaar, dacht ik. Dus gewoon werken en zijn kinderen een beetje rondslaan en zijn vrouw uitschelden. En in de vrije tijd verbleef hij als ik ben. Dat was het advies wat hij had. En na 3 jaar was het klaar. Dat kan dus. In meditatie ga je eigenlijk op zoek naar de plek van ik ben. Idealiter betekent meditatie verblijven in ik ben. Verder niet. Dus je niet laten afleiden door wel of geen gedachten. De aandacht wordt totaal teruggebracht door ja, waar die vandaan komt eigenlijk, het gevoel te bestaan. Daar wordt die gefocust, daar verblijf je. En that's it. Dus in die zin zou meditatie ook een krachtig instrument zijn. Als het dit is. Ja. Yes. Ja, dan moet je daar ook wel eens een beetje ja. Gesteren over. Omdat de meeste meditatievormen nergens op slaan. En niet dit is. Dus daarom noem ik het liever geen meditatie, maar verblijven als ik ben of in ik ben. Voor de meeste mensen gaat het ook niet om meditatie, maar om mediteren. En dat is een werkwoord. Dat is om van hier naar daar te komen. Verblijven in ik ben is gewoon totaal hier, verder niks. Het is dus op niets anders uit dan er te zijn. Dat is het moeilijkste wat er is. Omdat wij altijd, we willen vooruit iets hebben. Ja, prima. Het maakt op zich niet uit als je aandacht daarbij is. Ogen open, ogen dicht. Dat is oké, gewoon wat het beste is. Ja, het is een verdieping op. Hè? Ik ben me bewust van die alleenheid, wat er gebeurt. Je hele personage, nou, het maakt niet uit wat je uitspart. Ja. Maar dit is dus het laatste boek van Lisa Badatta en van Mama. En dan heb ik wel iets van. Als je de hele tijd zo zit, dat lijkt me zo saai. Dus ik voel wel verzet ook om dat te gaan doen. Oké, dat kan. Maar het is ook niet het doel om eindeloos te gaan zitten. Voor mij is het een tool. Zodat dat ontwaken of die realisatie gebeurt. En vroeger deed deze dat dus heel veel, dat zitten. Ik doe daar nou nooit ja, voor een satsang. Maar thuis, ik zit gewoon te Netflixen of een boek te lezen of ik ga gras maaien vanmiddag, denk ik. Ja, maar ik ben me dus die dingen te bewust doen als er iets gebeurt. Dus die aanwezigheid is er. Maar voor mij, mijn hele leven moest altijd als nut hebben. Dus ik wil wel gaan zitten, maar niet de nut hebben. Ja. Nou, het kan nut hebben als je absolute realisatie wil. En als je deze toestand, die prima is, goed genoeg vindt, dan niks aan de hand. Is het niet iets in een roep dieper? Ja, dan moet je af en toe gaan zetten. Maar niet de hele dag, dat hoeft niet. Wat je ook gaat merken, zeker als je systeem al zo ver is als de jouwe, dat als je daarin zit en je gaat heel dit, dat je dat gewoon meeneemt in de rest van de dag. Dus dat kan een half uur of een uur op een dag, in één brok of in 2 keer, dat maakt me verder niet uit, kan al genoeg zijn. Want het gaat erom dat we die ontvankelijkheid voor dat wat geen naam heeft aanwakkeren. En dan het trekt ons er op een gegeven moment naartoe.
Dus in het begin moeten we moeite doen om stappen er naartoe te zetten. Komen we op een gegeven moment genoeg in zijn sfeer, zou ik maar zeggen, dan trekt hij ons naar binnen. Het is erop uit om ons te vernietigen eigenlijk, in de goede zin van het woord. Als we dicht genoeg bij komen en als we voldoende doe maar hebben. Cool. Ja, hun verblijf in Den. Ik heb het idee dat het bij mij ook steeds vaak optreedt. Ik ben veel minder aan het mediteren, dat heb ik niet aan het verbeteren. Ja, ik heb om te mediteren daar verblijf. Sure. En gewoon in de kamer zijn, gewoon stilzitten, kunnen naar de muur zitten staan of de tegenopjes die ergens staan. Of de bomen waar de wind bij je gaat. Voelt ook fijn. Ja, goed. En dan is de uitnodiging om dat als vertrekpunt te nemen, wat je nu beschrijft, en dan nog meer die aandacht op dat zijn zelf te richten. Nog dieper daarin zakken. Dus dit is perfect. Maar als we het als echt die over die drempel willen, dan moeten we eigenlijk zo gefocust zijn op dat er zijn, dat de rest helemaal weg is. Dan weet je niet eens meer eigenlijk. Wie er iets waarneemt, er is eigenlijk niemand die iets waarneemt of iets wat wordt waargenomen. Er is alleen maar er zijn. Er zijn, ja. Ja, dat denk ik soms te voelen, ja. Goed. En daar dan naartoe gaan is denk ik, die stilte, ja. Focussen. En daarin als het ware verzinken, weet je wel. Van, we merken meestal dat we dat dan een bepaald level daarvan vinden, zelfs stil enzovoorts, en dan komt er vaak even iets van of weerstand. Vindt het systeem het niet meer leuk, gewoon erbij blijven. En op een gegeven moment zak je daar doorheen, dan wordt het weer stiller dan in dat level. En dan komt er weer een overgang, weer een neiging om van, nou is het alweer even mooi geweest. Ik moet nou aan de slag, of ik moet mijn moeder nog bellen, ja, dan kan je die is dood, oh ja. Weet je wel. Yes. En dan, ik heb ook het idee dat het een soort tijdloze beleving is. Yes, exact. En toch kan je, hè, dus het is inderdaad in de tijdloosheid gaan, dus dat is mooi gezegd. En je kan merken dat je systeem daaraan moet wennen. Dat het het prettig vindt tot zover. En dan komt er iets van, oh, wacht even. Oké, gewoon erbij blijven, dat is oké. Daar weer doorheen ontspannen. En op een gegeven moment is er werkelijk een non-dualiteit. Dan is er geen idee meer dat er iemand iets zit te zijn of it's all gone. Totdat je ineens weer een soort van tevoorschijn komt en dan, oké. Ja, oké. Ja, die beleving zelf duikt af en toe nog wel op. Dat kan ook. Gewoon experimenteren en het klinkt verder al heel open en heel fijn en heel aanwezig en zo. Dus dat is cool. Ja. Okay. Ja, thanks. Het ging net over het absolute, hè? Ja. En ik vond het wel mooi om te lezen over wat Isaac Vlad uit de Bijbel zegt. Zien dat je niets bent als wijsheid. We zien dat je alles bent, zie je dit. Maar waarom is het absoluut of waarom is dit? Zonder reden. Ja, daar neem ik geen genoeg mee. Nee, dat begrijp ik, maar het is wel het antwoord. Dus zodra er een ik-notie ontstaat, zijn er oorzaken en redenen nodig. Omdat wij zo denken. Ja, en dus gaan we ook op het absolute of op whatever redenen en bedoelingen projecteren. Zo hebben we ooit goden bedacht. Er rolde een steen van een heuvel en die leek de bedoeling te hebben ons te treffen. De steen bedoelt ons dorp te vernietigen. We zullen wel iets ontstemd hebben. Ja. Laten we een kip of een vrouw slachten. Nee, doe maar een kip. Ja, het absoluut.
schuurt, dat voelt dan zo absoluut of zo. Minder dan een steen die ergens opvalt en dan moet ik klaar of zo. Nee, maar ik probeer alleen het principe te beschrijven van dat wij dus graag bedoelingen en redenen projecteren waar die helemaal niet zijn. Zo hebben we ook altijd de notie dat als er iets lijkt te zijn, er dan ook iets moet zijn wat dat gemaakt moet hebben. Ja, zoiets is het. Ja, dat is de horlogemakerstheorie. Dus er is een horloge en dan moet er ook een horlogemaker zijn. Ingewikkeld noemen ze het theodicee. Als er een schepping is, moet er een schepper zijn. Dat is een soort logische gevolgtrekking. Of tenminste, hij klinkt logisch. Except it's not. Het zegt alleen iets over hoe wij waarnemen, of anders gezegd, hoe onze hersens werken. Dus daar hebben we weer waar ik het vrijdag over had, dat we het instrumentarium gaan aanzien voor de werkelijkheid. Wij geloven in dingetjes die in een opeenvolging plaatsvinden, dus tijd is echt. No, it's not. En dus moet het absoluut ook. Ja. Ja, of die moet een reden hebben gehad om de ik-benheid te creëren. Nee hoor, er was gewoon het absolute. En boem, toen was er ik-ben en vervolgens gebeurt er van alles. Zonder plan, zonder doel. En zonder mechaniek. Ja, geen mechaniek. Terwijl het wel alle mechanieken mogelijk maakt. Dus ik maak wel eens de domme vergelijking die uiteraard niet opgaat met deze vloer. Deze vloer is gewoon een voorwaarde. Daar kunnen we op zitten. We kunnen hier pingpongtafels neerzetten. We kunnen hier dansen. We kunnen hier ruzie maken. Dat kan allemaal. Maar je kunt niet zeggen dat de vloer dat veroorzaakt. Maar is er wel voor nodig dat het kan gebeuren, snap je? Daar lijkt het op. Maar het bedoelt niet een dans of een vechtpartij of een satsang of een pingpongwedstrijd. Ik heb het deze week. Ja, sure. En dat zal doorgaan tot er, het zijn twee opties, of er realisatie is. And then you know. En dan weet je ook dat al je ideeën erover waren. Sommige dichterbij, andere wat minder. Of totdat je dood neervalt en dan interesseert het je niet meer. Nee, precies. Het is overigens niet het belangrijkste om je mee bezig te houden. Belangrijker is, verblijf in ik ben. Sloop uw overtuigingen, voel wat er gevoeld wil worden. Dus we moeten oppassen dat we met dit soort hogere school advaita, zou ik maar zeggen, niet omzeilen wat we eigenlijk te doen hebben. Ik besef ook wel dat het zo zit. Dat wel. Dat is tricky namelijk. Dat is wat ik ergens in een van mijn boekjes zei van zelfonderzoek is iets anders dan babbelen over bewustzijn. En er wordt meer gebabbeld dan zelfonderzoek gedaan. Ja, en dat is ook zo, want soms valt de vraag gewoon compleet weg. Ja. Die doet ook niet ter zake totdat wij op de drempel zijn. Totdat realisatie aan de orde is. Dus dat is mooi om het een keer te horen. En ga dan niet vertalingen maken. Want als Nisargadatta zegt, het is dit. Je kunt echt niet het beter zeggen. Dus ga niet proberen daar een voorstelling van te maken of het nog voor jezelf begrijpelijker te maken. Want you will fuck it up. Je maakt er dan namelijk iets van wat het niet is. Want als ik het zo verwoord, dan begrijp ik het. Ja, dat snap ik dat je het dan begrijpt, maar dan is het niet meer waar we het over hadden. En dat doen we heel graag. Dus daar is het innerlijke babbelen erover. Ik moet uitzoeken, als metafoor, wat de zon is. Niet wat men erover zegt. Of de indruk die ik ervan heb. Nee, ik moet als het ware de zon zijn. Dan weet ik het. Ja, want alles wat je erover zegt is van buitenaf. Ja. En niet het ding zelf. Ja, precies. Ja. En het is verder niet erg dat dat af en toe eens opkomt en om erover na te denken. Ja. Als er vrij is. Als je vrij hebt, maar als je iets hebt te onderzoeken of iets moet doorvoelen of de puls krijgt van ik moet verblijven in ik ben, dan moet je dat doen.
als er even niks aan de hand is, of je dan gaat Netflixen of fantaseren over het absolute, top. Maakt niet uit, want je had vrij. Maar als er iets aan de orde is, doe dat. Ja. Duidelijk. Oké. Je welkom. Laatste. Dan gaan we even pauzeren. Ik ben doodmoe. Dat is niet altijd een moeilijke vraagstuk. Ik kocht net de twee boekjes van je die ik nog niet had. En het lijkt me ook wel goed om wel je focus te houden en te graven op één punt, maar af en toe een op hetzelfde punt een ander gereedschapje te gebruiken. Zo voelt het voor mij. Dus ik vind het soms verwarrend. Ik denk van ik snap dat je niet hele andere systemen ernaast moet gaan doen en dat je je focus moet houden. En vooral ook echt in het zelfonderzoek blijven en niet in de babbelmodus en gaan theoretiseren. Dat is me helder. Maar ik heb ook wel, wat is nou een goede balans daartussen? Ik vind dat best wel eens lastig. In principe gaat Advaita op verschillende manieren over hetzelfde. Dus je graaft in ieder geval in al hetzelfde gebied. En ik merk gewoon, ik ben een beetje zoekende daarin. Wat is nou wel en niet goed? Ik heb een nieuwsgierigheid. Ik vind het mooi, omdat ik vind jouw boeken fantastisch. Maar soms lees ik het soms ook. Er zit een link tussen, of het verdiept zich nog meer. Maar dit is dus precies het risico. Dat we ons dus intellectueel gaan laten afleiden. Waar het nu om gaat, in de fase waarin je verkeert en nu de energie met je is, is graven. Dan heb ik eigenlijk geen andere graafraadgevers meer nodig. Als mij helder is waar ik moet graven en hoe ik moet graven, dan moet ik graven. En niet mijn energie verspillen met nog andere leuke graafboeken of een groen schepje. Of... Dat is van later zorg. Dus toen deze in zelfonderzoek zat, was die niet met Nietzsche en Sloterdijk en Finkelkraut en whatever bezig. Toen was die aan het graven. Nou is dat klaar al een hele tijd. En toen was het een tijd lang muziek maken. En toen was het een tijd lang, weet ik veel, dom voor me uitkijken. En andere onnozelheden. En een jaar of 3-4 geleden kwamen die boeken weer aanzetten. Omdat ik alleen nog maar time to piss away heb. Maar als ik zou moeten graven op het moment dat er iets aan de orde is, of dat nu is de hond staat in brand of ik moet iets onderzoeken of aankijken, dan gaan de boeken aan de kant en dan gebeurt dat. Alleen er valt hier weinig te doen. Wat dat aan gaat. Dus de meeste dingen die te doen zijn voor mij zijn min of meer op een praktisch level. En voor de rest heb ik heel veel vrije tijd. En dan lees ik liever dan andere dingen. En tijdens het graven, want ik bijvoorbeeld vooral olie op het vuur is de laatste tijd iets wat ik ook heel vaak weer aan het herlezen ben. Good. Omdat ik het fantastisch vind van... Het is een geweldig boek, ja. Nee, dat is het mooie van dat Vaita-boek, dat je doet ze dicht, je begint van opnieuw en right. Het is weer een nieuw boek, dus dat was best buy ever. maar dat is op zich, neem ik aan, wel goed om te doen. Niet alleen maar dat snap ik overal. Ik deed dat ook zo, met inderdaad met name Nisargadatta. Ja. Gewoon die ik ben zijn, en dan was die uit en dan begon gewoon weer opnieuw. Iedere keer een klein beetje, totdat er een duw kwam, of whatever, hoe je dat noemen wil, een inzicht, en dan weer aan de kant. Want niet, dat moest ik ook leren, dat ik het niet zat te lezen als opvulling, maar echt als een tool om een stimulans te krijgen of iets teweeg te brengen of me te verplaatsen, zal ik maar zeggen. En als het dat deed, dan ging het aan de kant. Dus dat kon soms twee alinea's zijn. De herlezingen zijn ook vaak één of twee hoofdstukjes of soms een paragraaf. Maar dat is in principe wel een goede manier van... Ja, is uitstekend. Want we moeten ook, we hebben vandaar ook niet te veel dingen door elkaar. Niet omdat ik iets tegen anderen zou hebben. Het kan mij niet schelen wat het precies is. Maar hou het compact, want dan kan het echt doordringen. Terwijl als we 20 verschillende dingen gaan lezen, wij denken vaak dat ze allemaal wel hetzelfde zeggen. Punt 1, is dat naar mijn smaak niet zo? Plus we raken veel te veel afgeleid. Van, oh ja, die zegt
legt hier de nadruk, oh laten we dat maar doen. En de ander daar, oh ja, ja, dat klinkt ook redelijk. Want zeker als we beginnen, en we zijn langer beginner dan we graag leuk vinden, we hebben nog niet werkelijk een onderscheidingsvermogen. Dus dat komt pas gaandeweg het graven. Dan weet je waar die steen zit. En van, oh, voor dit stukje is niet zo dat handiger. En voor dat stukje is iets anders handiger. Of hier moet ik gewoon stil zijn en voelen. We weten allemaal, als we onze geest een beetje observeren, hoe heerlijk die het vindt om over 30 domeinen tegelijk te zwerven. En over van alles nog wat te fantaseren, hij is overal en nergens geïnteresseerd in. En zelden diepgaand. We hebben focus nodig om door die lagen of in die andere metafoor, door die branding of door die dampkring heen te komen. Dat gaat niet met een versnipperde energie, dus stick to it. En als op een gegeven moment de helderheid of de awakening er is, dan ofwel dan lees je die rotzooi helemaal niet meer. Of je kunt gewoon vrijelijk alles doen en lezen, want ja, er valt niks meer te doen basically. En dan kun je alsnog kijken omdat je ervan houdt of omdat je het mooi vindt hoe die of die of die iets uitdrukt of whatever, wat de reden is. Maar we weten te weinig van te veel over het algemeen om echt tot iets te komen. Ja, en hadden dan zoals de oude Nisa gemoedelijk en de rest op de andere kant. Ja, for the time being. Yes. Okay. Thank you. Good. All right.